Urk heeft een Pieter Hoekmanstraat. Maar wie was dat eigenlijk, Pieter Hoekman? Dit is het geboortehuis van Pieter Hoekman. Hier is hij geboren in 1917, 14 januari, in een gezin van 6 broers en 2 zussen. Vader Hoekman had een machinefabriek, maar de jonge Pieter trad niet in zijn voetsporen. Pieter wilde bij de marechaussee. Tijdens zijn opleiding, eind jaren 30, kwam hij vaak bij zijn familie in Velp. We hebben hem veel gezien, want toen hij zijn opleiding tot onderofficier volgde in Apeldoorn, kwam hij veelal de weekenden bij ons. En dan gingen we met oom Piet een filmpje bekijken. En het was een sportman, dan gingen we zwemmen. En daarna kregen we een kopje koffie met gebak. Dan nam hij ons, en dat vonden we altijd erg leuk. Dus het was een feestje als oom Piet kwam. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam er een eind aan deze mooie zorgeloze tijd. Pieter Hoekman wilde niet voor de Duitse bezetter werken. De manier waarop hij bij de marechaussee weggegaan is dat hij een conflict gekregen heeft met een NSB'er. Dat was eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen en dat hij ook verplicht eruit moest en vluchten moest. Pieter Hoekman vluchtte naar Frankrijk. Na omzwervingen door Spanje, Curaçao, New York en Canada kwam hij eind 1942 in Engeland aan. Onderweg leerde hij een andere Engelandvaarder kennen, Bram Grisnicht. Ze werden vrienden en samen volgden ze in Londen een opleiding tot geheim agent. Als marconist moesten zij berichten vanuit het bezette Nederland naar de geallieerden in Engeland gaan zenden. De geheime missie van Pieter en Bram begon in de nacht van 19 op 20 september 1943. Boven de Maas werden ze gedropt. Aan hun parachutes zweefden ze naar beneden. Ze kwamen neer in Beugen bij Boksmeer. Het is een echt gebruikte. Bram en Piet hebben hem begraven, hun parachute. Er zijn ook nog stukjes weer van opgegraven met de onthulling van het monument. Maar deze is dus soortgelijk, maar deze is dus nog in zoverre compleet. En dan kun je ook zien hoe het allemaal werkt. Hij is al wel wat gehavend, maar het is natuurlijk hartstikke uniek dat dit er nog is. Geholpen door een paar dappere inwoners van Beugen verstopten Pieter en Bram hun zendapparatuur. Daarna gingen ze op weg naar hun contactadres. In Escharen was dat, 20 kilometer verderop. Het huis van veldwachter Beuvink. Dat is nog heel moeilijk, want natuurlijk als het donker is, was ook geen volle maan. Maar je had ook nog de verduisteringsvoorschriften. En toen waren er nog veel minder elektriciteitsvoorzieningen als nu. Veel minder bebouwing. Dus het was ook echt donker. Maar toch is het gelukt om toch de locatie te bereiken zonder de spullen. We hadden de spullen dan goed verstopt en die hebben ze de volgende nacht opgehaald. De geheimagenten Pieter Hoekman en Bram Grisnicht maakten deel uit van zendgroep Barbara. Pieter kreeg een adres in Den Haag en daar vandaan begon hij met het zenden van geheime informatie naar de Nederlandse regering in Londen. Dit was de hele zendinstallatie. Dat was in Nederland was dit ook niet meer te krijgen. Het werd ook wel zelf gemaakt. Dit is een Amerikaanse zendinstallatie. Die is speciaal gemaakt voor dit doel, voor de geheime agenten. Ik zal het even demonstreren. Nou, de koptelefoon, dat is duidelijk. Ik zal hem even omdoen. Kon je hups zo inpluggen. Hier zijn de lampen. En speciaal om groot uit te sparen. Is dat speciaal zo gemaakt dat je hem zo klein mogelijk kan maken in de installatie. Des te kleiner, des te beter. En hier kon hij de frequentie mee opzoeken. En dan kon je je goede golflengte opzoeken om te zenden. En dan nog in code. Het was gevaarlijk werk. De Duitse opsporingsdienst was constant op jacht naar spionnen en hun zendapparatuur. Om niet ontdekt te worden, staakte Pieter Hoekman zo nu en dan een paar dagen zijn verzetsactiviteiten. Tijdens zo'n gedwongen pauze reisde hij in het geheim naar zijn familie in Velp. We waren stom verbaasd. Mijn broer en ik, Albert en ik, die lagen te bed.
S'avonds om 10:00 toen werd er op de deur geklopt. Toen zei hij, hé jongens, hoe gaat het ermee? Toen stond hij voor de deur. De familie regelde een geheime ontmoeting met Pieters vriendin Antje Mets uit Urk. In Velp konden ze samen een paar dagen doorbrengen. Ik zie oom Piet nog zo in de stoel zitten met zijn verloofde. Dat ik zeg, het gezellig naast hem. En toen hebben ze zich verloofd. Toen is zij weer teruggegaan naar Urk. En oom Piet die is zijn weg vervolgd als geheimagent. Ze heeft oom Piet nooit meer gezien. Terug in Den Haag ging Pieter Hoekman door met zijn zendactiviteiten. Maar weer zaten de Duitsers hem op de nek. En dus nam hij contact op met vriend en collega Bram Grisnicht. Omdat de Duitsers heel veel peilden. En dit was natuurlijk heel gevaarlijk, want dan waren ze natuurlijk gevangen. En dan waren ook de gegevens kwijt en dan waren er geen marconisten meer in Nederland. Toen zijn ze gestopt. De twee geheimagenten besloten een paar dagen terug naar Escharen te gaan. Terug naar veldwachter Beuvink, die hen na hun dropping opgevangen had. Maar tot hun verbazing ontmoetten ze bij de veldwachter twee collega-geheimagenten die net uit Engeland aangekomen waren. Ook die twee hadden de containers met zendapparatuur bij een boerderij verstopt. En het plan was om ze die nacht op te gaan halen. En toen zegt oom Piet, die was nooit bang voor een beetje werk op dat punt, dan ga ik mee. Dat was daar in de buurt, een 20 kilometer verder. Dus dan moesten ze over het dijkje. In de nacht, zonder verlichting, moesten ze daar naartoe. Maar het is gelukt. En toen zijn ze die containers op gaan halen. De boerderij stond in Keent. En Pieter en zijn collega's gingen er op de fiets naartoe. Ze dachten dat alles veilig was. En dus waren ze ongewapend. Dat vond ik persoonlijk, daar zou ik nooit de voorkeur aan gegeven hebben. Maar goed, wie ben ik? Maar het was niet veilig. Er was verraad in het spel. De Duitsers die lagen dus op de loer in het huis. En het zoontje van de boer moest de deur open doen. Toen zaten de twee Duitse militairen te wachten totdat ze kwamen. Dus ze vielen rechtstreeks in de val. Toen hebben die Duitsers een schot gelost. Het licht was al uitgegaan. En toen hebben ze een schot gelost en heeft Piet in zijn borst geraakt. Waarbij hij heel snel door is overleden. En toen heeft hij daar 2 dagen onder stro gelegen achter die boerderij. Hoogstwaarschijnlijk is Pieter Hoekman in Vught gecremeerd, maar lange tijd wist zijn familie dat niet. Een graf of urn is er ook niet, maar zijn naam staat wel op het oorlogsmonument op Urk. Omdat het zo belangrijk is om echter bij stil te staan, dat het allerhoogste wat je geven kan, is je eigen leven, voor je naaste. Postuum kreeg Pieter Hoekman de eer die hij verdient. En zijn moeder kreeg een brief van de koningin. Wilhelmina betuigt hier aan mijn grootmoeder haar medeleven met de medewerking van oom Piet aan de bevrijding van Nederland. Mogen zijn nagedachtenis u een steun zijn. Komt u er even voor.